De mensen identificeren zich veel te veel met hun denken en mijn voelen. En daarmee denken ze, ik ben mijn denken, ik ben mijn voelen, ik ben woedend. Dan zijn ze de woede zelf. He? Ik ben angstig, dan zijn ze de angst zelf. Wie zijn we dan werkelijk? He? Dat gaat voorbij ons denken en voelen. Dat is ons bewustzijn. In wezen zijn we bewustzijn. En bewustzijn is datgene dat juist energie en materie creëert. Het meest centrale is het absolute bewustzijn. En dat klinkt misschien ja, nogal groots en dit en dat, maar dat is wie dat we in wezen zijn. En het is dat absoluut bewustzijn, als dat door ons kan stromen, dan stromen we werkelijk en dan vertegenwoordigen we werkelijk het leven. En als je bij dat bewustzijn bent, ja, dan krijg je inzichten. Je trauma's helen, je kunt heel mooi, heel goed communiceren met mensen. Je kunt in je centrum gaan staan, zelf te midden van problemen, te midden van de duisternis, te midden van het koud water, kun je in je centrum staan. De koeien, te midden van de koeien. Er zijn oefeningen, er zijn workshops als deze, dat je bepaalde energieën kunt ervaren. Maar de volgende stap is dan, ja, wat dat je ervaren hebt in die oefeningen. Hoe dat je dat kunt herkennen in je dagelijks bezig zijn. He? Als je aan het wandelen bent, als je aan het eten bent, als je aan het strijken bent, aan het wassen bent, he? aan het werken bent, wat dan ook. Je vindt het overal in terug. In de duisternis is er iets aanwezig. En als je kunt openstellen voor de duisternis, dan komt datgene wat dat daarin aanwezig is, komt in jou. Dus jij stapt niet alleen in de duisternis zelf, maar de duisternis stapt ook in jou. En als je dat kunt ervaren, dan is het geslaagd. Zo, hè? En dat geeft een heel rustig, ruimtelijk gevoel. Licht is voedend, maar licht schept tegelijkertijd dualiteit. Hè? Vormen, rijk, arm, dat bestaat in de duisternis. Je hebt geen vast richtpunt. Ja, oké. En van wat houdt het ego? Controle. Dus degene die bang is om in de duisternis te gaan, is jouw ego. In de duisternis heeft hij geen controle meer. Is er geen begrenzing meer. En het ego heeft begrenzing nodig. Dat is een astrale Aikido oefening, een Aharata oefening. Ha! Ha! De vijfde. Ha! Ha! De keel. Ja. Je ademt diep in en je ademt uit. Emotioneel, mentaal, kom je direct in de kracht, kom je direct in de rust en die duisternis van leegte, laten we zeggen, die absorbeert al die emoties op waarin dat je anders zou meegaan, waarin dat je anders zou meegaan in jouw angst, anders zou meegaan in een bepaalde behoeftigheid. Wordt allemaal opeens opgelost. Sluit de ogen.